Welkom terug op ons YouTube kanaal. Dit is ons 24 uur durende Drift Build Challenge. De fysieke 24 uur dat we aan deze auto gaan werken, gaan we de timer laten lopen. We moeten dit beestje, die we van de sloop hebben gered, transformeren in een driftauto. Om natuurlijk dit driftproject tot een goed eind te brengen, hebben we natuurlijk heel veel onderdelen in huis. Het belangrijke daarvoor is natuurlijk een hydraulische handrem om je auto in een goede drift te brengen. Een goedkope schroefset als je een budget build auto bouwt. Camber kit natuurlijk voor wielvlucht aan de voorkant. En natuurlijk een diepdash stuur om je drift mee op te vangen. Vanaf het moment dat wij de eerste bout of schroef losmaken aan deze auto, gaat de 24 uur durende challenge van start. Dat betekent 3 werkdagen hebben wij de tijd om van deze sloper een unieke driftauto te bouwen. Ze kijken ontzettend naar uit. Wij hopen jullie ook. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan. En dan gaat de tijd zometeen van start. Om deze 24 uur durende challenge te laten slagen, is het natuurlijk het belangrijkste om de auto zo snel mogelijk leeg te halen. Hoe meer tijd je wint met het leeghalen, hoe meer tijd je kan verliezen met het opbouwen van de auto. Want er komen nog genoeg haken en ogen aan waar we natuurlijk op vast gaan lopen, die we op voorhand niet weten. Dus we doen nu eerst de makkelijkere dingen eraf halen, wat echt super snel gaat. Zoals je ziet zijn we al in een paar seconden tijd al een paar kilo's verder. En dit is zeer satisfying om te doen. Check hier even. Wat ik me wel kan bedenken is, dit model van de BMW heeft 2 ruitensproeireservoiren. Eentje achterin voor je sproeier achter en eentje voor de voorkant. Ik kan me wel bedenken dat er mensen bij de dealer zijn gekomen van mijn sproeier doet het achter niet, maar ik heb aan de voorkant bijgevuld. Nee mevrouw, u moet de sproeier achter bijvullen voor de achterkant. Nu jullie deze gekke feitje weten, zijn we natuurlijk doorgegaan met het demonteren van de auto. Check hier nog even hoeveel onderdelen erin moeten, jongens. En ook de achterruitenwissel moet eraan geloven, want gewicht is pk's in dit geval. We hebben al niet zoveel pk's. Hoe lichter de auto, hoe makkelijker en beter die glijdt. Dus we zijn begonnen met het strippen van het interieur. Dit is echt super leuk om te doen. En hierdoor heb je ook straks echt het raceauto gevoel. 31 minuten verder en we hebben de helft van het interieur er al uit. Maar we zijn echt op details aan het letten, want ook de ruitenwisselmotor gaat eruit. De ruitenwisselmotor gaat eruit. Dus we zijn echt op gewicht aan het letten. Want... Jongens, check het even. Kijk hoeveel eruit is gekomen. Ja, we gaan nu nog door, want we moeten nog de vloerkleed eruit halen. En natuurlijk nog de helft van het dashboard. Dus als dat we hebben gedaan, kunnen we eindelijk beginnen met het opbouwen van deze auto. Gelukkig hebben we al aardig wat ervaring met BMW's. Zo hebben we toen we al 18 waren een BMW E36 Compact gehad. En deze hebben we ook al een paar keer leeggehaald. Dus we waren al aardig bekend met de BMW. Maar helaas, de E46 was toch een stukje anders. Bij ons kon je het onderzijde van het dashboard niet weghalen en daarom moesten we een slijptool erbij pakken. Want hiermee konden we dus precies wegslijpen wat we niet meer nodig hadden. En ja, zoals jullie weten willen we de auto zo leeg mogelijk maken als dat maar kon. De slijptool die hiervan afkwam was behoorlijk fijn, dus we hebben een masker opgezet en ook gingen de instaplijsten eraf. Want deze konden we natuurlijk weer verkopen, dit waren namelijk M-Techniek instaplijsten. Ik heb zojuist dus de airbags uitgebouwd. Die gaan we natuurlijk verkopen op Marktplaats. Want alles wat we niet nodig gaan hebben aan de auto, gaan we natuurlijk verkopen. De A-stijlen, interieur en alles is nou gedemonteerd. En ik heb een gigantische fout gemaakt. Kijk eens eventjes. Voorraam is gebarsten, jongens. Maar ja, die dingen gebeuren nou eenmaal. Jullie kunnen je best voorstellen hoe vies zo'n auto is als hij 20 jaar oud is en nog nooit is schoongemaakt onder de bank. Dit hebben we even schoongemaakt en ook zijn we even met een doekje langs geweest. En check even hoe schoon het is geworden. Niet normaal. Uiteraard halen we ook even de reservewielhouder eraf. Want deze is natuurlijk extra gewicht en die wil je natuurlijk niet meedragen tijdens het driften. Zoals jullie kunnen zien hebben we een timer erbij gezet. We hadden natuurlijk een ander soort timertje, maar dat was een beetje onduidelijk. En zo kunnen we natuurlijk van de 24 uur aftellen. En we zijn al 2 uur dus bezig met de auto en daarom staat het nog 22 uur open op onze timer. En zo is het ook duidelijk voor jullie hoeveel uren we nog over hebben om dit project te laten slagen. We gaan vandaag daarom ook verder met de voorkant van de auto. We gaan de schroefset monteren en natuurlijk bij een driftauto hoort natuurlijk een grotere stuuruitslag. En daarom komt er natuurlijk ook een angle kit op. Hiermee maar liefst 25% meer stuuruitslag. En natuurlijk... hoort ook een beetje bij de racerij, meer wielvlucht. Deze zet je dus bij je schotels en deze noem je dus camber plate, waar je heel veel negatieve wielvlucht mee kan creëren als je dat eventueel nodig zou hebben met het driften. Laat even aan de kijkers zien hoeveel stuuruitslag we nu hebben. Dit is nu het maximale stuurhoek. Dit is dus de before. En zometeen gaan we je laten zien hoeveel meer stuuruitslag erbij komt.
Want dat is dus sick, hè? Ja, dat is niet normaal. Ik denk dat het gewoon wel dit wordt. Kijk, maar we zijn lekker aan lullen, jongens. Ik weet het niet, maar we hebben inmiddels alweer 2 minuten van de tijd afgeluld. Ja, we moeten inderdaad gaan vlammen. Dus motorkap open en we gaan gewoon beginnen, jongens. Meer tempo jongens, meer tempo. Max, een stap in de mix bij. Camera truc. Onze angle kit is gemonteerd. We hebben best wel tijd verloren door de gasbrander hierop te zetten. Het komt helaas niet los. Onze buitenste stuurkogel zit helemaal vastgevreten op onze binnenste stuurkogelstang. En ja, dit gaan we gewoon niet los krijgen. En alles wat we hierin stoppen aan extra tijd, ja, dat is gewoon verloren tijd. Want ja, het is gewoon helemaal verroest. Dus wat hebben we gedaan? We hebben een bedrijf gebeld die voor ons dit onderdeel kan leveren. Het zijn in totaal 4 onderdelen, zoals voor rechts als links. Dit gaan we allemaal vervangen. En om dit te kunnen vervangen, gaan we natuurlijk de stuurhuis hoe ze demonteren, losmaken. En dan kunnen we van het stuurhuis onze binnenste stuurkogels demonteren. En dan gaat gewoon alles er straks weer nieuw op. Hoeveel tijd hebben we nog over, jongens? Laten we snel kijken. 21 uur en 29 minuten. Dus werk aan de winkel, jongens. Let's go. Stuurstangen zijn eraf. Nu door met de schroefset. Dat is niet heel ingewikkeld. Eigenlijk zijn het maar 4 boutjes. En dan valt zo'n veer van de auto. En dat mag ook wel zo simpel. Want met 21 uur en 20 minuten op de klok moet die auto straks gewoon, ja, als een compleet driftauto hier staan. We hebben nog leuke ideeën voor de auto. Stay tuned voor dat. En heb jij er nog zin in? Je lijkt een beetje verslagen nu al door die stuurstang. Ja, ik baal er een beetje van. Want dit zijn die onvoorziene dingen. En het is wel dingen waar je rekening mee moet houden. Dus weer een tegenslag op die 21 uur, hè? Ja, en ook natuurlijk in onze portemonnee. Is de toplager nog goed? Nee, stuk. Echt waar? Ja, kraakt. Je hoort het ook. Mocht er iemand nog een schokbreker willen kopen met een kapotte toplager, wij hebben hem. Die komen hierop. Wel alles mooi blauw, hè? Ja, behalve die toplager dan. Dat is dan weer zonde. We komen eigenlijk elke keer punt op punt dat we denken van, hè, hoe dan? Nu ook weer bijvoorbeeld onze stabilisatorstang, die is gewoon 2,5 centimeter te lang. Dus of daar moet een andere voor komen, of we slijpen hem door en we lassen hem aan elkaar vast. Nu we erachter zijn gekomen dat dus onze stabilisatorstangetjes niet passen, hebben we nog even de schokdemper aan de andere kant gemonteerd en hierna de hoogte afgesteld. Wij stellen hem even af op een hoogte dat wij denken dat het op dit moment goed is. En in de tussentijd zijn onze stuurstangen binnengekomen met de binnenste stuurkogels. Stuurstangen zitten erop. Alleen zitten we wederom met een probleem, want de stuurstangen zijn te lang. Dus dat betekent dat onze sporing nergens op lijkt gewoon. Ja, het probleem is dus ook dat spoorstangen zijn tot ze maximaal naar binnen gedraaid. En die hadden eigenlijk voor moeten zorgen dat onze wiel naar binnen gaat. Alleen doordat die al naar max gesteld is, kunnen we hem niet verder naar binnen stellen. Omdat de tapend zit al te ver in die binnenste kogel, waardoor hij niet meer naar binnen kan. Dus of we moeten daar een stuk van afhalen dat hij nog net 1 of 2 centimeter binnen kan. Maar de vraag is, gaat het helpen als we in onze nieuwe onderdelen gaan slijpen om die ruimte op te vangen? Want zoals je ziet is het best wel veel uitspoor wat hij nu heeft. En hij moet naar meer toespoor. Alleen we kunnen niet meer stellen, dus daar moet een stuk tussenuit. Alleen gaat het genoeg zijn om die ruimte op te vangen?
We komen bij de achterzijde van de auto aan. Zo hebben we natuurlijk de spiraalveren. Afstelmogelijkheid voor de achterkant. De dempers die er natuurlijk bij komen kijken. En hiermee kan je je wielvlucht achterstellen. Want op het moment als je achter verlaagt, krijg je altijd ook camber erbij. En door deze te gaan gebruiken, kan je je wiel weer rechtop stellen. Waardoor je eigenlijk de optimale bandenslijtage hebt. En daardoor ook optimale grip achterop. Want als je heel schuin met je band gaat, dan heb je ook minder grip natuurlijk. En met het driften wil je gewoon eigenlijk dat je band rechtop staat achter. Niet alleen de binnenkant wegvreet, maar gewoon je hele spoorbreedte. Om de draagramer te vervangen, moeten uiteraard ook de schokbrekers los. En daar zijn we mee begonnen. Want je wilt alles gewoon systematisch loshalen en daarna weer vastzetten. Om de schokbrekers te kunnen monteren, moesten eerst de schotels weer opengezet worden van de oude schokbrekers. En hierna konden ze weer teruggemonteerd worden in de auto. We hebben wederom weer problemen, jongens. We zitten in de problemen met deze roestbak. Wat is er aan de hand? Maar echt, deze bouten willen er niet uit. Dus dat betekent dat we deze moeten slijpen. Ongelooflijk. Gelukkig hebben we daar wel andere voor liggen. En om deze los te halen moet waarschijnlijk het differentieel eraf. Wat tijd hebben we nog? Dit is toch niet normaal? Nee, we zijn even aan het kijken of deze ook nog los komt. De andere kant komt wel los. Maar deze kant. Oh jongens, dit vinden wij echt heel leuk om te doen. Oké, deze komt ook los. Ik heb wel een beetje het gevoel dat we een beetje een strakke deadline hebben genomen, hoor. Ja, 24 uur, dat wordt wel een dingetje, hoor. En ik hoorde mensen ook al zeggen in de comments, ja, maar we doen het met z'n tweeën, dus 48 uur eigenlijk. Ja, maar wie gaat er filmen dan? Ja, precies. Dus dat is ook zo'n dingetje. Sommige dingen doen we met z'n tweeën en sommige dingen doen we alleen. Ja, we worden toch altijd als één gezien. Heeft de WD-40 It's Magic gedaan? Ja. It's Magic. Ja, man. Nou, maar ik zie toch nog iets gebeuren. Ik weet niet helemaal of dat de bedoeling is. Wel fantastisch, hè, om een driftauto te bouwen. Het is, rijden is denk ik leuker dan bouwen. Nee, bouwen is ook heel leuk, maar niet met als je zo'n roestbak bezig bent, weet je wel? Ja, dit zou gewoon nooit aankomen, maar ja, wat verwacht je? Ja. Nu we beweging hebben gecreëerd in die onderste bout, hebben we hem eruit weten te slaan. En nu de bovenste bout nog. Hiervoor moest het differentieel los. Deze hebben we naar boven geduwd. En hiermee hebben we net voldoende ruimte gecreëerd om die bout eruit te krijgen. Want ze moeten eigenlijk uiteindelijk korter worden, toch? Ja, iets korter. Ja, stel hem maar gewoon op origineel en dan kun je hem al terugstellen. Ja, gewoon de origineel toe. We hebben de onderste en de achterzijde nu ook compleet aangepast. We zitten natuurlijk nog met het probleem aan de voorzijde. Dat we natuurlijk de sporing staat helemaal naar buiten toe. Dit natuurlijk omdat we onze camber kit hebben geplaatst. En ja, we kunnen natuurlijk niet rijden zo. Dus we moeten hier een oplossing voor bedenken. En eigenlijk zoals ik het al had bedacht. De tapendes die in die kogels gaan zijn gewoon te lang. Dus wat moeten we doen? Een stukje schroefdraad moeten we afhalen. En de lengte van de buitenste stuurkogel moeten we ook iets inkorten. En dat maakt bij elkaar dat de wielen recht onder de auto kunnen. Dus dat is wat we nu gaan doen. En natuurlijk hadden we al gezien dat de auto nog steeds te laag is. Dus we moeten nog steeds omhoog stellen om de juiste rijhoogte te bepalen. Dit is allemaal cruciaal voordat je eigenlijk naar de uitlaner toe gaat. Want als je daarna nog met de hoogte gaat spelen, verandert ook weer je sporing. Dus dat is gewoon super belangrijk dat we dit allemaal op tijd afstellen voordat we eigenlijk naar de uitlijner gaan. Dus voor nu, wielen eraf, auto omhoog schroeven en onze stangetjes aanpassen zodat de wielen recht om de auto komen. Let's go. Nou, dan gaan we weer. Het loshalen van onze stuurinrichting. Dit gaat zeer eenvoudig nu we dus alles hebben vervangen. En nu was het gewoon een kwestie van het afsluiten. Wij hopen dus dat we ongeveer met een centimeter van beide stangen afgesleept te hebben het daadwerkelijk klopt. Nu was het weer een kwestie van terugmonteren en natuurlijk de wielen op de juiste breedte af te stellen. Nadat dit is gedaan, hebben we een probleem opgelost. Dan het volgende probleem, onze stabilisatorstangen. Zoals we eerder in de aflevering hebben verteld, waren deze dus 2,5 cm te lang. Deze hebben we dus korter geslepen en met een busje die precies over dat buisje heen past, hebben we hem weer vastgelast en daarna uiteraard weer zwart gespoten. Want ja, we willen niet dat het gaat roesten. En nadat dit dus klaar was, hebben we ze teruggezet op de auto. En ja hoor, probleem getackled. Hier zitten weer onder de auto. We hebben enorm veel gedaan dus in deze aflevering. Zo hebben we dus de onderstel aangepakt, schroefset,
hebben gemonteerd. De angle kit. Angle kit inderdaad, de draagarmen achter. En ook dat liep niet helemaal soepel. Er zaten wat dingen tegen, zoals een bout die vastgerot zat en zo. En daarnaast is natuurlijk het hele interieur ook leeg, hè. Dus we hebben echt heel veel werk verzet in deze aflevering. De tijd tikt gewoon door, jongens. 17 uur grofweg hebben wij nog om de auto te bouwen. Denk daaraan nog aan de e-brake. Denk daarbij nog aan de raamschakelaren die nog een plek moeten krijgen in de auto. Diff die nog gelast moet worden. Stoelen die nog missen in de auto. Inderdaad. Dus er zijn nog genoeg onderdelen die nog in de auto geplaatst moeten worden. En sterker nog, in huis gehaald moeten worden. Want we hebben nog niet alles in huis. Helaas is deze aflevering nu afgelopen. En vind je nou echt dat dit een succes aan het worden is, doe alsjeblieft een duimpje omhoog. Laat in de comments weten wat je ervan vindt. En we zien elkaar bij een nieuwe aflevering. Ik wil graag een donut maken, joh. Het kriebelt al zo lang. Een donut maken is gewoon een droom wat weer verwezenlijk moet worden. Dus we zien elkaar snel bij een nieuwe aflevering. Tot dan. Ciao. Extra, extra, read all about it. Extra, extra, read all about it. Extra, extra, read all about it. Extra, extra, read all about it.